Hoe werkt de bediening van de Opel Vivaro e? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik ben werkzaam in voor ons familiebedrijf Opel Leaders Liewes en Roden. En op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een video met uitleg over een Opel systeem of met uitleg over een Opel model, zoals deze. Nou, bekijk je ons kanaal voor het eerst? Van harte welkom. Maar vergeet niet om abonnee te worden. Dit kan heel makkelijk via de knop die in het scherm komt. En zo blijf je altijd op de hoogte als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video de uitleg geven hoe de bediening werkt van de elektrische Opel Vivaro. Waar elk knopje voor is en wat zijn handige tips om te weten. Maar heb je een vraag hierover, dan kan je hem heel makkelijk hieronder intypen of stuur een mail naar klantcontact@liewesroden.nl, want we helpen je uiteraard graag. Nou, en zo ziet de dashboard van de Opel Vivaro e eruit. En met deze uitlegvideo begin ik uiteraard met het starten van deze auto. En deze auto is voorzien met een contactsleutel om de auto te starten. Nou, wanneer ik de auto start, hoor ik een pieptoon. En dan zie ik inderdaad hierboven ook ready staan. En dat betekent dat de auto nu gestart is. Nou, de Opel Vivaro e is dus een verschillende uitvoering leverbaar. We zitten nu in de Edition uitvoering met een paar enkele opties. Maar hij is ook nog in de Luxe Innovation uitvoering ook leverbaar. Nou, en kijk voor de verschillen wat deze uitvoering betreft ook op onze website www.liewesroden.nl. En daar kunt u inderdaad ook alle informatie ook vinden. En dan begin ik de uitleg hier aan de linkerkant. En hiermee kunnen de spiegels elektrisch versteld worden. Kun je hiermee de linkerspiegel instellen en hiermee de rechterkant. En dan kun je hier de spiegel zo mee instellen. De ramen zijn hiermee elektrisch verstelbaar. En de verlichting, die kun je hiermee instellen. Nou, de auto is ook voorzien van stuurwielbediening. Hier aan de rechterkant kun je de voorkeursensors ook langs gaan. Nou, de telefoon die kan hiermee opgenomen worden. De spraakinstellingen. En hiermee kan ik ook naar de zenderlijst. Aan de linkerkant kun je hier harder en zachter de radio mee instellen. En hiermee is het geluid ook op mute. Daarnaast is deze knop voor de bordcomputer. Dus daar kun je inderdaad ook wat extra informatie zien over de auto. Dan moet je wel anders denken wat het elektrisch verbruik is van de auto. Maar ook hoeveel kilometers heb ik gereden. Wat mijn gemiddelde snelheid is. Al die informatie kun je ook via de bordcomputer daar ook vinden. De cruise control die bevindt zich hierachter. En dan kun je deze schakel die kun je instellen op de begrenzer. Dus dat hij naar boven toe staat. Of naar beneden voor de cruise control. Nou, wanneer je favoriete snelheid hebt bereikt, kun je hierachter de snelheid mee activeren. En hiermee kun je ook nog harder of zachter instellen. Met deze knop gaat hij er weer mee af. En als we naar het instrumentenpanel gaan kijken, dus achter het stuurwiel, dan kan ik hier links zien hoe hard ik rijd. Dat kun je hier digitaal ook via de bordcomputer kun je die informatie ook vinden. Hierboven zijn twee kleine meters. En de linkerkant is eigenlijk je comfortverbruikmeter. Dus dat wil eigenlijk zeggen van hoeveel je momenteel ook verbruikt. Bijvoorbeeld als ik de airco bijvoorbeeld uitschakel, dan zie je dat hij ook gelijk al zakt. Nou, zo kun je daar inderdaad allemaal wat dingetjes uitschakelen. Wat eigenlijk het meeste eigenlijk aan energie verbruikt. Maar zo kun je daar dus in de gaten houden wat eigenlijk je verbruik eigenlijk is. En welke punten je uiteraard wellicht uit kunt schakelen. Hier aan de rechterkant kan ik dus zien hoe vol de batterij momenteel is. De Opel Vivaro e is leverbaar met twee batterijmogelijkheden. Eentje van 50 kWh en eentje van 75 kWh. De 50 kWh kan ongeveer een 230 km rijden. De 75 kWh haalt 330 km. En hier aan de rechterkant kan ik eigenlijk zien wat er momenteel gebeurt. Dus eigenlijk je toerenteller van de elektrische auto. In het groene geeft hij dus charge aan. Dus dan gaat hij eigenlijk weer regenereren. Dus bijvoorbeeld de remenergie, die wint hij weer terug in het accupakket. Eco. Nou, dat is eigenlijk de manier waarom om gewoon normaal mee te rijden eigenlijk. En power wil natuurlijk zeggen, als je het stroompedaal wat harder intrapt, dan heeft hij natuurlijk wat extra power en dan komt hij daar terecht. Hier in het middelste panel, dat had ik net ook al verteld over de bordcomputer, daar kun je dus heel mooi zien in welke stand hij staat. Dus hij staat nu in de P van de parkeerstand. Daaronder staat nu de digitale snelheid. En linksonder kan ik zien hoeveel kilometers ik nog kan rijden. En rechtsonder staat de kilometers die ik heb gereden. Nou, zoals ik al verteld had, is de Opel Vivaro e dus leefbaar met verschillende uitvoeringen. En hier zien we de Edition uitvoering en deze heeft ook een navigatiesysteem wat hierbij besteld is. Nou, we hebben over dit navigatiesysteem ook al eerder een video gemaakt. En die zal ik hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die in alle rust kan bekijken. Maar hier zit er dus ook een extra knop op. En als ik die indruk, dan zie ik eigenlijk wat meer informatie over de elektrische Vivaro e. Ik kan hier bijvoorbeeld heel mooi zien wat er gebeurt eigenlijk momenteel als ik aan het rijden ben. Nou, ik sta nou stil, maar als ik aan het rijden ben, dan geeft hij hier of met groen of met blauw, geeft hij dan de lijnen aan. Of met dat hij wat verbruikt of dat hij wat terugwint. En ik kan hier ook heel mooi zien hoe vol mijn batterij nog is. Daarnaast zijn er ook wat leuke statistieken die ik kan raadplegen.
En ook kan ik via de functie laden kan ik gaan regelen dat hij bijvoorbeeld een uitgestelde laadtijd krijgt. Dat kan bijvoorbeeld makkelijk zijn als je bijvoorbeeld werkt met een goedkoper tarief in de nacht voor je stroom. Dan kun je bijvoorbeeld instellen dat je zegt van nou, ik wil de volgende morgen, moet ik bijvoorbeeld om 7 uur weg. En dan gaat hij terugrekenen en stel voor dat hij dan bijvoorbeeld om 11 uur begint met laden, zodat hij zorgt dat hij om 7 uur vol is. Nou, daarnaast is er ook nog een hele handige My Opel app. En ik zal ook adviseren wanneer je in een elektrisch model van Opel rijdt. Daarmee kun je dus ook heel veel informatie kun je daarin ook zien. Je kunt er ook bijvoorbeeld een schema maken van die je zegt van ik wil wat voorverwarming of wat verkoeling in de zomer. Allemaal instellingen wat je daar ook allemaal mee kunt regelen. Nou, hieronder bevindt zich eigenlijk de kachelbediening van de Vivaro E. En hier aan de rechterkant kan ik dus de temperatuur instellen die ik dan wil. Hiermee kan ik aangeven waar ik de lucht vandaan wil hebben. De airco kan ik hier aan of uit me zetten. En hier hoe hard de aanjager gaat. Daarnaast zit hier ook nog een knop voor de spiegelverwarming. En links zit een knop voor het recirculeren van de lucht. Hieronder bevindt zich ook nog een aantal knopjes. De alarmlicht die bevindt zich hier. Daarnaast kun ik hier ook mee de achterdeuren ook mee vergrendelen of ongrendelen. En hiermee voor de voordeuren. De USB-aansluiting die bevindt zich aan de rechterkant. Nou, en last but not least hebben we hier natuurlijk de manier om te gaan rijden. Het is eigenlijk dezelfde werking als een automaat, maar het is geen automaat omdat een elektrische auto uiteraard niet schakelt. Maar je start en stopt hem altijd in de P. En dit is ook gewoon een knop die je dus kunt indrukken om hem in de P te zetten. Dan heb je hier dus een schuifje en wanneer ik dus de rem indruk en ik tik hem naar beneden en ik doe wat harder, dan komt hij gelijk in de D. Maar als ik hem in de P heb staan en ik doe hem wat zachter, dan zie je dat hij gelijk eerst naar de N toe gaat en dan kan ik nog een keer naar beneden om hem in de D te zetten. Daarnaast bevindt zich ook nog de B-stand. En de B-stand zorgt inderdaad voor dat hij wat extra gaat regenereren. En de remenergie die hij daarmee ook wint, ook weer terug doet in het accupakket. Nou, om hem achteruit te zetten is het eigenlijk hetzelfde, maar dan andersom. Je kunt hem één klein tikje naar boven te doen. Of twee kleine om hem achteruit te zetten. Maar je kan er ook verkiezen om hem wat harder tik te geven. En dan gaat hij gelijk in één keer in de achteruit. Nou, wanneer ik de P-stand weer wilde gebruiken, kan ik deze ook gewoon indrukken. En zo staat hij dus in de P-stand. En daarmee kan ik de auto dan ook uitzetten. Wanneer je de auto bijvoorbeeld in de D-stand hebt staan, kan je er ook voor kiezen om de auto gewoon uit te zetten. En hij zal dan ook automatisch in de P-stand gaan. Aan de rechterkant bevinden zich nog de mogelijkheid voor verschillende drive-modus. En ik kan bijvoorbeeld kiezen tussen Eco, Normaal en Power. Nou, het woord zegt het al, wanneer ik in een Eco-stand heb staan, zal hij inderdaad een aantal punten ook uitschakelen. En het voordeel daarvan is dat mijn actieradius dus wel iets omhoog gaat. Nou, daarnaast is het nog Normaal. En daar wil ik zeggen dat natuurlijk de normale omstandigheden hem ook mee rijdt. En je kunt hem ook nog in de power zetten. En daardoor heeft hij nog wat extra power inderdaad. Maar hou dan wel rekening mee dat je actieradius natuurlijk wel wat naar beneden toe gaat. Deze modus kan ik dus inschakelen als ik bijvoorbeeld hier op druk. Dan kan ik hier ook in het bordcomputer kan ik dus daarmee de gewenste stand ook zetten. En de elektrische handrem, want die heeft de Vivaro E standaard, die bevindt zich eigenlijk hier tussen. Nou is deze auto voorzien van een bank. Maar die bevindt zich eigenlijk hier tussen. Die gaat automatisch gaat hij er ook op wanneer ik de auto ook uitzet. En om eraf te halen kan ik dus de voeten indrukken en een knopje naar beneden toe doen. Maar dan gaat er ook automatisch af wanneer ik dus ga wegrijden. Nou, je ziet de bediening die werkt allemaal super makkelijk en het is allemaal super handig inderdaad. Zoals ik zei is de Vivaro dus in verschillende uitvoeringen leverbaar. We zitten nu in de Edition uitvoering, maar hij is ook nog in een luxere Innovation uitvoering. En daarnaast ook met verschillende lengtes. Je praat over een lengte 1, lengte 2 en een lengte 3. Hij is ook leverbaar met dubbel cabine of met een platformcabine. Nou, het mooie is van de elektrische Vivaro is dat je ook uiteraard geen laadruimte verliest. Hij behoudt dezelfde laadruimte als eigenlijk de Vivaro met de verbrandingsmotor. En ook is het mogelijk om een trekker achter te plaatsen. En deze kan 1000 kilogram aanhangergewicht hebben. Nou, en ik hoop dat ik hiermee een duidelijk en helder uitleg heb gegeven over de bediening van de Opel Vivaro E. De elektrische bedrijfswagen van Opel. Zijn er nog aanvullende vragen, typ ze heel gemakkelijk hieronderin. Of stuur een mail naar klantencontact@liewesroden.nl. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom aan de Centurbo Noord 133 in Roden, waar we natuurlijk de open modellen hebben staan. En natuurlijk is een proef het ook mogelijk. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. En hopelijk zien we elkaar dan weer. Tot dan!